Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman. Welkom bij de 11e aflevering van Studio Vlaanderen. In de rubriek Feit of Fictie fileren we straks een mogelijke fabel, maar beginnen doen we met misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp van allemaal, onze gezondheid. En over onze gezondheidszorg en de toekomst ervan hebben we het vandaag met federaal parlementslid Frida Gijbels en ondernemer Geert Wellens. Welkom allebei. Frida, je bent dus federaal parlementslid, ook gemeenteraadslid van de fusiegemeente met de fantastische naam Oudsbergen. En van opleiding ben je tandarts-parodontologe. Dus als er één iemand vandaag een tandje kan bijsteken, ben jij dat zeker. Ja. Maar zo'n parodontoloog, wat doet die juist? Ja, wij behandelen eigenlijk aandoeningen die te maken hebben met het steunweefsel van de tanden. Dus dat is het tandvlees en dat is het kaakbot. Dus typisch mensen met bloedend tandvlees. Uh-huh. Of als het echt al ver gevorderd is, dan spreken we van parodontitis. En dat wil dan ook zeggen dat tanden beginnen loskomen. Oh. En dat is iets wat wij dus behandelen. Het zijn eigenlijk bacteriële infecties die behandeld worden. Ja. Ja. Oké, okay, klinkt een beetje griezelig. Het is niet griezelig. Als het op tijd behandeld wordt, is dat ook perfect te stabiliseren. Er op tijd bij zijn, daarover gaat het. Jouw medische achtergrond, voedt die jouw parlementaire interesse? Of maak je daar een soort, staat daar een soort muur tussen? Nee, want het is eigenlijk ook zelfs de aanleiding geweest dat ik interesse kreeg in de politiek. Mm-hmm. Ik zag dat er qua gezondheidszorg en organisatie van de gezondheidszorg nog heel veel werk aan de winkel was. Ik ben ook lang actief geweest in de beroepsorganisatie, mm-hmm. waar we ook contact hadden met politici, met kabinetten, waar we dus probeerden verbetering te krijgen in de zaak. En dat is ook de aanleiding geweest dat ik me stilaan meer en meer zelf ben gaan engageren om er ook verandering in te proberen brengen. Ja. Om daar je tanden in te zetten, bij manier van spreken. Helemaal wijst, ja. Geert, ik kondigde jou aan als een ondernemer. Je bent uitgever-directeur geweest bij Roel Harta en Mediafin. Je was ook medeoprichter van vermogensbeheerder Econopolis. Maar je hebt een beetje een switch gemaakt richting de zorg. Kan je daar? Dat klopt. Het is altijd een fascinatie geweest van mij, de zorg. Ik bekijk de zaken en verschillende sectoren graag vanuit een economisch standpunt. Mm-hmm. En zo heb ik ook wel een visie ontwikkeld geleidelijk aan over de zorgsector. Ik heb ook een aantal maatschappelijke mandaten opgenomen. Hè. Bestuursfuncties in een ziekenhuis, in een ziekenhuisgroep en in een zorgcentrumgroep. Ja. Dus vooral uit de passie om meer te leren daarover. Vanuit overtuiging dat we op een scharnierpunt zitten in de geschiedenis, hè, voor verschillende sectoren. Hè, dat de wereld verandert. Hè, dat is mijn idee over de toekomst. Hè. We gaan op een aantal vlakken een grondig andere wereld krijgen. En die gaat ook voor een aantal sectoren grondige veranderingen meebrengen. Met positieve en negatieve effecten. Ja. Zeker ook positieve, met mogelijkheden en opportuniteiten. Op voorwaarde dat die sectoren daar ernstig willen over nadenken. Ja, en die sector waar we het dan vandaag over hebben, is die van de gezondheidszorg. Ja, je schreef er ook een boek over met de titel Levensbelangrijke blauwdruk voor de gezondheidszorg van morgen. Het is wel veel om een boek in enkele zinnetjes samen te vatten, vermoed ik. Maar wat is het punt dat je wou maken? Het grote punt is dat onze gezondheidszorg is vandaag kwalitatief toegankelijk en zeer goed, om het algemeen te zeggen natuurlijk, hè, voor iedereen toegankelijk ook. Dat moet zo blijven, dat zijn we verplicht aan de volgende generaties. Maar de gezondheidszorg, zoals die in België georganiseerd is, wordt schier onbetaalbaar. Hè. Om het heel kort door de bocht te zeggen, met grote getallen, de gezondheidszorg kost ons vandaag een 50 miljard per jaar ongeveer. 70% ervan gaat niet naar niet overdraagbare aandoeningen, dus ziekten die kunnen vermeden worden. Ja. En als we die kunnen vermijden, of een deeltje van die ziekten kunnen vermijden, door preventieve zorg, gaan we het dadelijk over hebben. Kunnen we die zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief houden, ook voor de volgende generatie, wat we moreel en deontologisch verplicht zijn, denk ik. Ja, de gezondheidszorg van morgen, ja, dat is ook iets waar jij volgens mij ook niet alleen parlementair, maar ook als tandarts parodontologen mee bezig bent. Mm-hmm. Ja, ik denk inderdaad, dat is de uitdaging van de toekomst om die zorg betaalbaar te houden. Er zijn hoe langer hoe meer mogelijkheden om mensen te verzorgen, te behandelen, mm-hmm. maar het gaat vaak om behandelingen die ook heel kostelijk zijn, die heel duur zijn, die heel toegespitst zijn, helemaal op maat gemaakt worden. Ja. Maar als we die willen betaalbaar houden voor steeds meer mensen, want steeds meer mensen bereiken ook een hoge leeftijd, dan moeten we echt zorgen Zorg nodig, dan moeten we echt zorgen dat we
hun gezondheid zo lang mogelijk goed houden. Hè? Dat we zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven. Dat we niet naar een ziekenzorg gaan, maar dat we naar een gezondheidszorg gaan. Dus preventie, het gezond houden van mensen is heel belangrijk. Ja. Als we het over die gezondheidszorg van morgen hebben, dan valt af en toe de term mobile health, hè, of m-health, een moeilijke afkorting vind ik. In je boek heb je het daar ook over. Hè? Kan je enkele concrete voorbeelden geven van die mobile health en hoe dat die ons kan helpen in de toekomst? En die gaat ons inderdaad zeker helpen. Hè? Ik zou wat algemener willen beginnen. De digitalisering in zijn algemeenheid. Ja. Gaat de gezondheidszorg grondig veranderen of is die volledig aan het veranderen? En dat zie ik op twee vlakken. Hè? Je hebt in de eerste plaats de communicatietechnologie. Mm-hmm. Die maakt dat de communicatie tussen patiënt en behandelende geneesheer makkelijker wordt. Dat men mensen van op afstand gaat kunnen behandelen. Weet je wat we bij COVID al wat hebben gezien? We hebben daar een versnelling in gekend, inderdaad. Ja. Hè. Wat tevoren, consultatie via Teams of via Zwift of Zoom of wat dan ook, was vroeger onbespreekbaar en is vandaag perfect mogelijk. Ja. Tweede element in de digitalisering is dat je ook door de evolutie van de biotech van heel veel ziekten heel versneld van een acuut probleem een eerder probleem dat men kan behandelen gaat maken. Hè. De ziekten worden van acuut veel meer behandelbaar, controleerbaar. Men kan actief met een aantal ziekten in de toekomst ook ouder worden. Ja. En dat zijn twee grote vooruitgangen die de gezondheidszorg betaalbaar maken, betaalbaar houden ook, omdat digitalisering daar deflatoir werkt. Hè. Niet inflatoir, maar deflatoir. Ja. Artsen gaan meer tijd krijgen om met hun patiënt bezig te zijn. En de ziekten die kunnen behandeld worden om mensen langer actief te houden, maakt ook dat de kost van onze gezondheidszorg eerder gaat dalen dan gaat stijgen. Ja, hoe zie jij die mobile health evolueren? Zie je niks dan voordelen? Ja, als we dan specifiek kijken naar die mobiele gezondheidsapplicaties en die toepassingen, dan zijn er inderdaad heel veel mogelijkheden, denk ik. Ook om mensen meer regie te geven over hun eigen gezondheid. Zij kunnen op een veel betere manier dikwijls ook hun eigen gezondheid gaan bewaken. Mm-hmm. Denken we bijvoorbeeld aan applicaties zoals FibriCheck, die hartritmestoornissen kan detecteren. Dat is eigenlijk een heel interessante applicatie, omdat die mensen gedurende een hele lange tijd kan opvolgen en ook in hun natuurlijke omgeving gaat opvolgen. He, terwijl je als je een hartcontrole, je hartritme wil laten controleren bij een arts of in een ziekenhuisomgeving, dan gaat dat geen natuurlijke situatie zijn en dan ga je dikwijls ook een wat vertekend beeld hebben. Ja, omdat je een beetje stress hebt, omdat je al bij de dokter bent bijvoorbeeld. Dus het kan tijd besparen van een arts die de gegevens binnenkrijgt en dan kan analyseren. Ook alleen die patiënten kan oproepen waar problemen worden vastgesteld. Ook op het juiste manier, op het juiste tijdstip ze oproepen. Niet te vroeg en niet te laat. Waardoor je eigenlijk een kwaliteitsvollere gezondheidszorg kan bekomen. Maar er zijn nog applicaties waarbij je inderdaad ervoor zorgt dat een patiënt van thuis uit kan opgevolgd worden. Ja. Zoals bijvoorbeeld mensen met een gehoorimplantaat. Mm-hmm. Daar bestaat ook een applicatie voor waardoor zij hun implantaat kunnen laten controleren op afstand. Ja. Waardoor je ook tijd bespaart voor de arts, maar tegelijkertijd ook de patiënt veel meer comfort geeft. Ja, dus de arts bespaart dan tijd in wat administratie en onderzoeken en onnodige bezoeken. Ja. En heeft eigenlijk meer tijd dan voor de essentie, het opvolgen van de mensen zelf. En een direct contact met zijn patiënt natuurlijk. Hè. Ja. En ik ga geheel akkoord met mijn gesprekspartner. Er zijn een aantal apps die wonderen kunnen doen in het pathologische gedeelte. Hè. Dus echt de ziektebeelden goed kunnen opvolgen van op afstand en goed kunnen monitoren. Big data verzamelen daar rond natuurlijk, wat tot betere conclusies leidt. Er zijn ook een aantal apps die zeer erg goed preventief werken. Hè. Dat zijn die fameuze sportapps enzovoort. Ja. Die hebben wat we dan graag noemen een nudging effect op mensen. Hè. Ja. Denk aan Strava. Aansporen. Ja. Voilà, Strava, een gekende app voor een sportbeleving. Zet mensen aan op een vrij gezonde manier, nudgen om te bewegen, in beweging te komen. Niet om allemaal kampioenen te laten, om van iedereen kampioenen te maken, maar wel om iedereen aan het bewegen te krijgen en regelmatig te bewegen. Hè. De goede voornemens die niet hoeven te eindigen eind januari, worden een heel jaar doorgetrokken, omdat we elkaar zien bewegen en dat sportprestaties zien komen. En ook de 10.000 stappen of zo, dat je een soort incentive. Dat soort zaken, inderdaad. Ja. Die mobile health en al die apps, die lijken mij per definitie te draaien om efficiëntie, winst. Is dat dan ook echt noodzakelijk om onze gezondheidszorg betaalbaar
te houden? Ligt daar de... Is dat de heilige graal? Ik denk dat het een van de elementen in de dokterstas moeten zijn. Ja. Hè? Dus dat het naast alle andere... Ja. fysieke onderzoeken die sowieso nog zullen bestaan en blijven bestaan, gaat dat er gewoon voor zorgen dat je de zorg beter kan organiseren. Hè? Dus dat je inderdaad patiënten op de juiste tijdstip oproept, op de juiste tijdstip gaat onderzoeken. Maar ook dat je mensen eigenlijk veel beter kan opvolgen. Ik denk ook bijvoorbeeld aan applicaties die door kinesisten zouden gebruikt kunnen worden om te kijken of hun patiënt wel zijn oefeningen correct uitvoert. Ja. Hè? Want dat is iets wat heel belangrijk is, die therapie trouw, het opvolgen van de aanbevelingen die gegeven worden. Een applicatie kan een soort van controlefunctie uitoefenen, maar kan ook de patiënt zelf aanzetten om zichzelf te controleren en bij te sturen waar dat nodig is. Ja. Dus ik geloof er absoluut in, maar ik denk wel dat het een van de instrumenten blijft, dat het zeker niet de heilige graal zal zijn. We spreken soms over Dr. Google, maar ik ontdek hier een beetje een Dr. Data eigenlijk. Het gaat vooral over data verzamelen en daar slim mee omgaan. Zit daar ook niet een klein gevaar, dat je zegt, van qua veiligheid en privacy? En privacy? Uiteraard, hè, dus daar gaat denk ik goed mee omgesprongen worden door de wetgever. Die denk ik goed moet kunnen zien dat er zoveel mogelijk data kunnen verzameld worden om hele goede gezondheidszorg te kunnen bieden. Ja, want hoe meer data je hebt, hoe slimmer dat je ermee kan omgaan natuurlijk. Ja, inderdaad. Hè, dat is artificial intelligence erop loslaten op een grote set data geeft betere resultaten dan op sporadische bevindingen natuurlijk. Hè. Maar we gaan er uiteraard werk van moeten maken om die data zeer confidentieel te houden, op een juiste manier aan te wenden en zeker niet te commercialiseren. Hè. Nee, maar we hebben daar ook nog wel een achterstand in te halen. Hè. Op andere landen, als we kijken in het Verenigd Koninkrijk, heb je de UK Biobank, je hebt in Amerika All of Us, je hebt in Nederland hele goede biobanken met heel veel data in. Dat is een schat aan informatie die gebruikt kan worden voor innovatie, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek, voor beleidsondersteuning, beleidsbijsturing. En wij zijn heel goed in dit land in het verzamelen van data, maar heel slecht in het analyseren en in het hergebruiken van die data. En ik denk dat we daar inderdaad ook niet het warm water moeten uitvinden. Dat we perfect kunnen kijken naar hoe gebeurt het in het buitenland. Wat zijn daar de pijnpunten? En dat we dan inderdaad de best practices daaruit kunnen halen en ons eigen systeem daarop afstemmen. Ja, en die data die komen dan in de andere landen, vermoed ik, allemaal op een soort anoniem, Geanonimiseerd, meestal of geanonimiseerd eventueel, maar er is eigenlijk al best wel goede regelgeving rond hoor, dat die data inderdaad beschermd worden. Maar het neemt niet weg dat we daar zeker aandachtig voor moeten zijn. Ja. Nu we het over wetgeving hebben, hoe zit het met al die apps en terugbetalingen en zo? Want ziekenkastbriefjes moet ik dan altijd denken, maar hoe zit dat dan met apps? Dat lijkt me ingewikkeld. Het zou goed zijn als ze deel konden uitmaken van het hele zorgsysteem en dus ook ergens terugbetaling zouden kunnen, dat daar terugbetaling voor voorzien zou kunnen zijn. Maar het probleem is dat we op zich een goed systeem hebben om apps te gaan evalueren. We hebben een soort van, we noemen dat de mHealth piramide, dus we hebben drie niveaus waar ontwikkelaars hun apps in kunnen laten evalueren door de overheid. Maar het vervelend is, hoewel dat evaluatiesysteem al 5 jaar ondertussen bestaat, is er nog geen enkele app die er helemaal door is geraakt. Dus ergens schort het, ergens hapert het. Als we het vergelijken met Duitsland bijvoorbeeld, daar zijn ze nog maar veel korter bezig met die digitale applicaties. En er zijn al veel meer apps erkend voor terugbetaling. Dus daar is echt werk aan de winkel, omdat we nu ook zien dat sommige ontwikkelaars het opgeven hier en naar het buitenland trekken, omdat ze zien dat er veel meer en betere mogelijkheden zijn. Hoe moet ik dat dan zien, die piramide? Je spreekt over drie niveaus. Ja. Hoe werkt dat dan, dat basisniveau? Ja, je hebt eigenlijk inderdaad verschillende stappen die moeten doorlopen worden, waarbij ze eigenlijk de kans krijgen om ook een meerwaarde in het zorgsysteem te gaan bewijzen. Natuurlijk komt daar op een gegeven moment ook RISIF aan te pas. Specifieke werkgroepen worden opgericht om die apps te kunnen beoordelen. Maar er is nog een stuk ontransparantie. Er is ook een stuk gebrek aan opgelegde termijn waaraan de overheid zich moet houden om daar een goedkeuring of geen goedkeuring aan te geven. Dus dat is iets waar echt verbetering nodig is. Ja, ik zie jou knikken. Ja, ik ga er graag op in inderdaad. Hè. Ik ben er daar 100% mee eens en ik zou een stapje terug willen zetten. Het gaat eigenlijk nog om meer dan dat. Het gaat om de financiering van onze zorg die vandaag op een wat foute manier in elkaar zit. Hè. Die ooit geconcipeerd is op een zeer goed bedoelde manier, maar die vandaag zijn grenzen bereikt heeft. Hè, we zijn vandaag bezig met het financieren voor te maken, hè, wat Mark Knoppen in mijn boek zegt, wat...
maken wat stuk is. Hè. Daar zijn we zeer goed in het behandelen van mensen. Ja. Maar als je mensen gezond wil houden, moet er ook budgetten voor zijn natuurlijk. Vandaag financieren we het behandelen van mensen en dan gaat men natuurlijk veel financieren. Hè. Ziekenhuizen gaan moeten veel behandelen, tenminste. Ja. Ziekenhuizen gaan moeten behandelen om rendabel te blijven. Artsen gaan behandelen ook om hun verdienmodel overeind te houden. Ja. En ik denk dat we daarvan moeten afstappen en dat we botsen tegen de grenzen van de zesde staatshervorming uiteraard, hè, maar dat we die financiering moeten herzien om te zorgen dat er ook geld vrijgemaakt wordt voor preventie, hè, voor mensen gezond te houden, om dit soort apps terugbetaalbaar te maken. Dat je niet het ziekenhuisbezoek allemaal moet gaan financieren, maar dat je eigenlijk moet gaan financieren dat dat het er niet gaat komen. Het is pure wiskunde. Ik heb bij de start van deze podcast verwezen naar de grote cijfers, hè. 50 miljard voor onze gezondheidszorg per jaar, 70% voor niet overdraagbare aandoeningen, dat is 35 miljard. Kunnen we daar 10% van afhalen, van die vermijdbare ziekten, door aan preventie te besteden, ja, dan gaan we natuurlijk onze gezondheidszorg goedkoper, betaalbaarder en langjariger maken. Ja. En dat is de opdracht, denk ik. Ik hoorde de juiste, de staatshervorming en de verschillende overheden, ja, dit lijkt me een federaal verhaal te zijn van die apps. Of kan Vlaanderen ook iets doen? Of? Ja, Vlaanderen heeft nu onlangs zelfs beslist om een van die gezondheidsapps wel terug te betalen. Hè. Dus het gaat dan over die app die dient om die cochleaire of die gehoorimplantaten te controleren. Dus Vlaanderen neemt daar wel een versnelling. Zij nemen het daar eigenlijk over. Ja, dat is altijd het probleem. Hè. Die bevoegdheidsverdeling die is ook niet altijd even duidelijk. En dat maakt ook dat hetgeen wat er in preventie wordt geïnvesteerd, dat dat eigenlijk niet rendeert voor hetzelfde bevoegdheidsniveau. Hè. Terwijl Vlaanderen bevoegd is voor preventie, is federaal bevoegd voor het genezen. Ja. En dat is niet logisch. Je zou dat echt op één niveau moeten brengen om te zorgen dat je echt een coherent systeem hebt, dat je een grote visie kunt ontwikkelen en inderdaad meer inzet op die preventie, om dan ook de winsten te kunnen halen bij de zorg. Ja, als we nu eventjes een beetje een sprong in de toekomst maken, we zijn nu 23, laat ons even 20 jaar vooruit springen. Hoe zie jij de gezondheidszorg idealiter geëvolueerd? Ja, ik denk niet alleen idealiter, ik denk dat we daar naartoe zullen moeten gaan en de wereld zal het ons verplichten, hè, om de gezondheidszorg ook te gaan hervormen. De omstandigheden gaan het ons verplichten. Ik denk dat we veel sneller tot een nieuw landschap komen, waar stakeholders uit de zorg met elkaar heel erg interageren, hè, en dat die Chinese muren die er tevoren wel waren, hè, tussen specialisten en huisartsen en woonzorgcentra, eerste lijn enzovoort, dat die wegvallen en dat men de stakeholders meer gaat samenbrengen in een zorggebied die ervoor gaat zorgen dat de populatie zo gezond mogelijk blijft of gezonder wordt. Ja. En dat is teruggaan in de geschiedenis, denk ik, hè, waar men vroeger, ook in de Chinese oudheid, de populatie beloonde als ze gezonder bleven of gezonder werden. En we moeten daar terug naartoe, denk ik. Mensen preventief zorgen dat zij gezond blijven, maar in samenspraak met alle stakeholders. Hè. Dus de barrières weghalen tussen eerste lijn en ziekenhuizen, specialisten, en ook de bedrijven erbij betrekken. Voor mij is er een grote rol weggelegd in de gezondheidszorg van de toekomst voor bedrijven. Hè, om twee redenen. De eerste reden is dat mensen, die jongeren die vandaag in bedrijven aan het werk gaan, vragen naast hun loon heel erg met veel pertinentie, wat doet het bedrijf voor mijn geestelijk evenwicht, fysieke gezondheid well-being, enzovoort. Ja. Dus bedrijf, wat doe je voor mijn well-being? Hè? De sense of purpose zit daar zeer sterk in. Dat is één, en een bedrijf gaat daar een politiek voor moeten ontwikkelen. Vele bedrijven doen dat vandaag al of zijn daar al mee bezig. Mm. Het tweede is dat bedrijven ook door de overheid, denk ik, hoe langer meer gaan genudged, aangezet worden, hè, niet verplicht, denk ik, om voor hun populatie te zorgen. Want minder ziekteverzuim is een lagere kost, hè, is minder kost voor het bedrijf, maar ook minder kost voor de overheid, voor het RISIF enzovoort. Ja, iedereen wint, hè, in dat geval. Iedereen wint, maar in een goede samenspraak tussen alle stakeholders, die in een zorggebied met elkaar heel nauw samenwerken, hè. Onze bevolking vergrijst, demografie gaat naar een oudere bevolking, dus moeten we ook zien dat we onze zorgcentra samen kunnen werken met ziekenhuizen, artsen, alle stakeholders, om het allemaal betaalbaar en werkbaar te houden. Ja, vlotter samenwerking en op elkaar inspelen eigenlijk. Absoluut. Ja. Ik denk inderdaad geïntegreerde zorg, populatiemanagement, dat dat de termen zijn van de toekomst. Eigenlijk zou het nu al voor een stuk moeten. Die muren moeten inderdaad weg tussen de beleidsniveaus, tussen de structuren. Zorg moet rond de patiënt worden georganiseerd. En de patiënt zou niet mogen merken dat er verschillende bevoegdheidsniveaus zijn. Die heeft daar helemaal geen boodschap aan. Nee. Dus een goede communicatie tussen zorgverstrekkers kan alleen, denk ik, als inderdaad iedereen op elkaar ingespeeld
is. En ik denk het niveau van een eerste lijnzone, dat dat eigenlijk wel een mooi niveau is om aan populatiemanagement te gaan doen. En hoe zie je dat dan concreet? Wat bedoel je dan met die eerste lijnzone? Ja, dus die eerste lijnzones bestaan in Vlaanderen tenminste al. Hè, dus dat een organisatie van de verschillende zorgverstrekkers op niveau van de eerste lijnzorg, die eigenlijk met elkaar in overleg gaan, met elkaar afspraken maken. Die hebben bijvoorbeeld bij het vaccineren nu, hè, tijdens COVID, eigenlijk een grote rol gespeeld, een goede rol gespeeld. Dat is gebleken dat het echt wel een meerwaarde is voor ons zorglandschap. Ja, dat iedereen slim samenwerkt en dat de juiste persoon de juiste acties... Ja, inderdaad, inderdaad, ja. Nou, doktersbezoek, of bij het einde van een doktersbezoek, zegt die dokter soms, denk toch nog even aan dit. Ik zie in uw ogen dat u ook nog aan iets denkt, Geert. Ja, dat klopt. Hè. De gezondheidszorg is zulk een belangrijk thema waar iedereen bewust of onbewust dagelijks mee bezig is. En we mogen het belang van goed na te denken over hoe we onze gezondheidszorg in de toekomst gaan organiseren niet onderschatten. Mm-hmm. Want het is een oude boutade, maar ze is niet minder waar geworden de laatste jaren, dat wie gezond is, 1000 plannen heeft en wie ziek is, maar 1. Ja. En mijn plan is alleszins om gezond te blijven. Ik ga daar de nodige apps ook voor gebruiken. En alle tips die vandaag zijn gegeven, meenemen. De gezondheidszorg van morgen. Razend benieuwd hoe dat die er gaat uitzien. Ik dank mijn gasten Geert Welles en Frida Gijbels voor de meer dan interessante input en goede gezondheid. Hopelijk is dat voor niemand fictie, maar wel een feit. En feit of fictie, daar duiken we nu in. Deze week vragen we ons af, hou je vast of onze voorzitter een staatsgreep wil plegen? U hoort het goed, een staatsgreep. Reden genoeg om feit van fictie te onderscheiden. Wat is er precies aan de hand? België is failliet, de regering De Croo krijgt niks meer hervormd en iedereen beseft, het kan zo toch niet verder. En dus stelt Bart voor, laat ons dit land deblokkeren. Laat ons kiezen voor confederalisme. Hoe? Dat kan ook extra legaal. Extra legaal volgens Herbert Lachart is dat illegaal. Hij noemt het zelfs een staatsgreep. Is dat zo? Ja, nee, natuurlijk niet. Extra legaal, dat wil gewoon zeggen dat je iets doet wat niet expliciet in de wet staat, maar ook niet expliciet verboden is. Denk aan uw extra legale voordelen bijvoorbeeld. Wanneer jij maaltijdchecks gebruikt, een extra legaal pensioen hebt, wanneer je met een bedrijfswagen rondrijdt, ja, dan doe je helemaal niks illegaal. Egbert toch. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat grote hervormingen in dit land extra legaal worden doorgevoerd. Denk aan het algemeen enkelvoudig stemrecht, de splitsing van het onderwijs of toen Wallonië bevoegd werd voor de wapenexport. Het is allemaal ingevoerd buiten de grondwet om. Wanneer het hen uitkomt, dan behandelen de traditionele partijen de grondwet als een vodje papier. Maar wanneer wij net hetzelfde voorstellen, dan zou dat niet kunnen. Ja, een beetje vreemd toch. Meer nog, het voorstel van Bart herstelt net de democratie. We zoeken een politiek akkoord, we passen de organisatie en de structuren aan en we verankeren dat vervolgens in de wet. Dat kan perfect. Maar de traditionele partijen die kiezen liever voor grendels in de grondwet, alarmbelprocedures, belangenconflicten. En de regering De Croo wordt daardoor niet gesteund door een Vlaamse meerderheid. De grootste partij is gewoon aan de kant geschoven. En dat is ondemocratisch. Hun België mist daardoor draagvlak, mist daardoor legitimiteit. Bart die mag dan wel Romeinse trekjes hebben, maar het idee dat hij een staatsgreep zou plegen, ja, volstrekte fictie. Ziezo, dit was de 11e aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank al mijn gasten en ik dank ook u voor het kijken en of luisteren. Tot een volgende Studio Vlaanderen.